Je bent erheen gestuurd om mensen in nood te helpen. En je komt daar in situaties terecht waarbij mensen letterlijk voor je neus dood liggen te gaan. Mensen of helemaal kapot geschoten zijn. Of gewoon helemaal op wat voor manier helemaal kapot gemaakt zijn. Ja, dus zelf heb ik altijd geleerd en geen emoties te hebben bij Defensie. En dat het een zwakte is. En dan leer je hier in een keer dat je ogen open gaan dat emotie tonen een kracht is. Straks meer hierover, na het weer, met Jaap Nienhuis. Tot zo. Wat is de overeenkomst tussen... We gaan beginnen. Aanstaande donderdag in Geen Kunst heel veel theater. Theater Te Water en Theater De Steeg. Ze gaan beginnen. Het is echt gênant. Echt waar? En Jacques weer praat met iemand uit de musical Beauty and the Beast. Oh. Donderdag Geen Kunst. Altijd even interessant. Dag. Wat is de overeenkomst tussen de Griekse oorlogsheld Ajax en oorlogsveteranen uit Bosnië? Het Noord-Nederlands toneel toont in de oorlogstragedie Ajax aan dat oorlogstrauma's van alle tijden zijn. Bijzonder aan dit stuk is dat Nederlandse veteranen actief aan de voorstelling meedoen. En ze vertellen soms voor het eerst hun indringende verhaal over frustraties en onmacht. Zo onbegrijpelijk. Je staat gewoon met je mond open, want daar gebeuren dus dingen die kunnen niet, die mogen niet. Je hele normen- en waardepakket wordt overhoop gehaald. Je ging gewoon door, hè? Heel raar, maar je zet ook wat uit in je kop. Je zet gewoon alles uit. Al het gevoel is weg, maar je gaat gewoon door. Je bent erheen gestuurd om mensen in nood te helpen. En je komt daar in situaties terecht waarbij mensen letterlijk voor je neus dood liggen te gaan. Mensen of helemaal kapot geschoten zijn, of gewoon helemaal op wat voor manier helemaal kapot gemaakt zijn. Bushuis, intreden! Chris Beuken, ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Groningen. Ik ben Wim Dijkema, ik ben 57 jaar, geboren en getogen in Groningen. Woonachtig nu in Zuid-Laren. En ik heb de tweede helft van 96 met Ivor in Bosnië gezeten. Ik ben in januari 95 naar de Srebrenica-enclave uitgezonden geweest en heb daar in juli de val meegemaakt. Ja, dus zelf heb ik altijd geleerd en geen emoties te hebben bij Defensie. En dat het een zwakte is. En dan leer je hier in een keer dat je ogen open gaan dat emotie tonen een kracht is.
mensen of helemaal kapot geschoten zijn. Of gewoon helemaal op wat voor manier helemaal kapot gemaakt zijn. Ik was al langer bezig met een aantal krantenknipsels. Liep ik rond in mijn zak letterlijk. Over soldaten die terugkomen uit vredesmissies in Nederland en die op een of andere manier doorslaan. We hebben de meest gruwelijke verhalen gehoord van iemand die zijn gezin heeft uitgemoord. We weten van een hoog aantal zelfmoordgevallen. En dat fascineerde mij, omdat ik dacht, hoe is dat toch mogelijk? Wat is er dan aan de hand? Nou, bij Ajax zie je ook heel duidelijk die onmacht, de woede, de frustratie. En datzelfde onmachtgevoel, die woede, die frustratie, die herkennen wij allemaal. En dat is, denk ik, de belangrijkste parallel die te trekken is. Met onmacht, heb ik begrepen van de psychologen, kan het mens het slechtst omgaan. En juist die onmacht, die komt in het stuk heel goed uit uiting. Jij ergert mij! De goden, ben ik dan de goden of niet verschuldigd? Ik vraag je! Jij vraagt te veel! Ik ben bang! Je bent gek! In eerste instantie heb ik meegedaan om een beetje egoïstisch voor mezelf, om het als therapie. Dus dit is voor mij werkt het heel therapeutisch en dit is ook de eerste keer hier in het NNT dat ik überhaupt over mijn uitzending gepraat heb en iets verteld heb. Het werkt inderdaad voor Chris, die daar behoorlijk veel last van heeft, werkt dat echt bevrijdend, omdat hij elke avond dat verhaal weer kwijt kan en daarover kan praten weer met het publiek en ja. Blijkbaar is dat toch een stuk rouwverwerking. Daar vergelijk ik het dan wel mee. Die voor elk mens nodig is. Mijn naam is Henning. Mijn naam is Henning. Voor veel mensen is het de eerste keer dat ze realiseren dat wij in Nederland vele duizenden mannen en vrouwen hebben die voor ons land geprobeerd hebben de vrede ergens te handhaven en die met grote problemen terug zijn gekomen. En dat is een schok, denk ik, want die wonen bij je om de hoek. En daarna hoop ik heel simpel dat je dit leert herkennen en dat het volgende keer in de krant staat of dat je iemand tegenkomt. Dat we daar open voor zijn, dat we er naar kunnen luisteren. En wat we er vervolgens mee doen, moet iedereen zelf weten. Maar dat is dan misschien de taak van dit stuk. De moderne setting die gebruikt wordt en toch het antieke idee wat erachter zit. Ik vind het erg indrukwekkend, vooral dat in een tijd als deze nog zo actueel is en uiteraard het meespelen van de echte veteranen maakt het fantastisch. Dat maakt het echt zo mogelijk nog aangrijpen. Je krijgt er tranen van in de ogen. Het is echt erg goed. Ik kan het iedereen aanraden. Nou, je werd helemaal in meegezogen in dat verdriet en al die ellende die oorlog eigenlijk veroorzaakt. Wat je normaal op tv ziet, dat hoor je nu echt van mensen. Wat je normaal in de krant leest, komt echt dichtbij. En dat vond ik aangrijpend. Dus ja, het is net één grote familie en we voelen ons zo op ons gemak hier en we worden zulke goede hulp en steun en alles is hier zo. Alles wat je jaren bij Defensie en de overheid gezocht hebt, wat je daar niet kreeg en wat ook niet geboden werd, dat vinden we hier. Ik voelde me letterlijk als een god. Ik bepaalde wie er geholpen zou worden die dag. Terwijl dat ik daar ook helemaal niet voor opgeleid was. Maar we moesten het wel bepalen. Het theaterstuk Ajax is nog tot en met zaterdag te zien in